Draken level 5. Let's go! Clash of Clans heeft letterlijk een minuut geleden aangekondigd dat draken level 5 eraan komen. Ze zien er heel erg episch uit, zoals jullie nu kunnen zien. Ze zien er zo uit. Ze hebben een soort van een band rond hun nek. En ze zijn veel donkerder. Ze hebben nog altijd het vuur uit hun neus, zoals level 4 draken. Maar ze zien er echt wel heel erg episch uit. Ik heb er heel veel zin om te gebruiken. Wat het voordeel van hun van dat gaat zijn, denk ik, is dat draken level 4 goedkoper gaan worden, waardoor ik ze natuurlijk eerder kan draken level 4 al makkelijker gaan kopen. Wat mij nog is opgevallen wat er nieuw komt, is namelijk een nieuwe troepenbar van onder. Je ziet bij de helden is het van achter zo een beetje anders. En ook, het is gewoon, ik vind het mooier uitzien als je nu gaat aanvallen. Het ziet er wel mooier uit. Wat ook nog een klein detail is, is hier die overall damage. Gewoon dat kleine balkje is iets doorzichtiger geworden. En ook iets smoother, iets mooier uit, van uitzien eigenlijk. Nog het laatste wat nieuw komt. Van deze sneak peek, er komen nog meerdere sneak peeks. Waarschijnlijk morgen of zo. Dat zien we nog allemaal wel. Maar wat er nog meer nieuw is, zoals jullie kunnen zien, is het uiterlijk van de kazernes. Dus zoals jullie hier kunnen zien, jullie hebben van onder daar zwaarden en spreuken eigenlijk. Je hebt helemaal linksonder, daar heb je een dinges, heb je zwaard en spreuken samen. Waarschijnlijk kun je daar heb je een soort van één kazerneschijn met alle duistere troepen, normale troepen en spreuken. Dan heb je daarnaast vier zwaarden, je ziet het, het zijn vier zwaarden naast elkaar. Er staat ook zo'n groen playbutton naast, soort van. Dat betekent dat er troepen op dat moment aan het trainen zijn. Dat zijn de normale kazernes. Zo kun je heel makkelijk van kazernes switchen. Dan heb je daar nog twee andere zwaarden een beetje meer naar rechts staan. Dat zijn heel waarschijnlijk de duistere kazernes. Kun je heel makkelijk eigenlijk, hoef je niet van kazerne te veranderen. Kun je gewoon makkelijk zo kiezen, in plaats van uit dat menu te gaan. Dan heb je ook nog twee spreukentekens. Dus is dat een hint eigenlijk dat er twee spreukenfabrieken komen? Dus dat er één nieuwe komt? Dat vraag ik me dus af. Ik hoop van wel, dat zou nice zijn. Hopelijk krijgen we ook meer spreuken. Maar dat zien we wel. Misschien zijn er minder. Misschien gaat het level 5 en level 4 spreukenfabriek weg. En krijg je een nieuwe spreuk. Gewoon een extra spreukenfabriek. Ik weet het niet zeker. Ik vraag me af wat die twee spreukentekens daar staan te doen. Wie weet komt er helemaal geen nieuwe kazernes. Spreukenfabriek, maar komt er iets anders? Ik vraag het me af, waarschijnlijk jullie ook. Ik zou het echt totaal niet weten, ik kan er nog geen antwoord op geven, maar het ziet er heel erg nice uit. Ik hoop dat jullie dit een toffe video vonden. Ik heb gewoon, ik dacht van, ik moet jullie van dit op de hoogte stellen. Dus ja, ik hoop dat jullie het tof vinden. Zo ja, laat dan zeker even een like achter. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ik probeer dagelijks Clash of Clans video's te uploaden. Alleen de laatste tijd is dat mij dat niet gelukt, omdat er examens waren. Maar mijn examens zijn voorbij. Ik heb vakantie. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk op te nemen. En ja, bedankt voor het kijken mensen. En laat zeker even weten wat jullie tot nu toe van dit vinden. En ik lees echt al je comments. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Later mensen.